Dan ga ik u wel zeggen dat u bij ROM werkt. Zegt u? Ga ik zeggen dat u bij ROM werkt. Prima. Salaris even een maand? Dat kan ik u niet garanderen. Namens de minister van ROM, de minister Mashan Desai en directeur van Milieu, Philippe Sabio, wordt door een bedankt voor uw aanwezigheid. Tijdens deze zeer belangrijke persbriefing, welke gaat over COP28. Tijdens deze bijeenkomst zullen we belangrijke ontwikkelingen en inzichten delen met betrekking tot de laatst gehouden COP28. Na de persbriefing zult u dus in de gelegenheid gesteld worden om vragen te stellen over hetgeen naar voren is gebracht. En ik draag dan hierbij over aan de minister en dan aan de directeur, die dus u zal inlichten over hetgeen daar besproken is. Ja, dankjewel mevrouw Dompig. Ook van mijn kant uit, dames en heren van de pers, goedemorgen. Zoals is gezegd, wij willen aan u informeren hoe het is gegaan met de afgelopen COP28. En ik krijg dan bijstand van de directeur Rites Sardiou. Zoals u heeft vernomen via de media of zelf heeft onderzocht, hebben wij Suriname met onze delegatie bestaande uit het team van ROM, vertegenwoordigers van kabinet-president, vertegenwoordiger van LVV, vertegenwoordiger van openbare werken, hebben wij geparticipeerd in de periode 28 november tot en met vandaag. Vandaag was de laatste kopdag waar er een laatste uiteenzetting is gegeven. Dat is ook te volgen op verschillende internationale media. Deze kop, dat staat voor Conference of Parties, is meer een conference of parties dat heeft te maken met klimaatsverandering. En het is een bijeenkomst van landen die zich hebben gecommitteerd aan het Parijsakkoord in 2015. Het gaat om een bij 199 landen die dit akkoord hebben getekend en zich hebben gecommitteerd om samen klimaatsverandering tegen te gaan. Het doel van deze bijeenkomst elk jaar is om te kijken van oké, hoe staan wij, hoe hebben we ons gecommitteerd of hoe hebben we onze uitvoering gedaan in het afgelopen jaar om ervoor te zorgen dat die klimaatsverandering zo zoetjes aan wordt tegengegaan. Het gaat om merendeels 1,5 graden Celsius dat voornamelijk wij landen, dan praat ik over de CITS-landen, CITS staat voor Small Island Development States, de G77 landen, de ontwikkelingslanden voornamelijk. Wij pleiten voor maximaal 1,5 graden Celsius stijging. Het Parijsakkoord praat ook over 2 graden Celsius, maximaal, maar wij hebben altijd gepleit om onder de 1,5 graden Celsius te blijven. Waarom? Omdat wij al merken, we zijn al dicht bij die 1,5 graden Celsius. Als het goed is, zijn we ongeveer op die 1,2, 1,3 graden Celsius. En dan ondervinden wij al zeespiegelstijging. We ondervinden al grote periodes van droogte. We ondervinden in de regio harde rukwinden, orkanen, etc. Dus als we gaan naar die 2 graden, dan zijn de gevolgen nog erger. En daarvoor pleiten we steeds bij elke kop. 1,5 graden Celsius moet hij vasthouden. Een andere target die wordt gesteld binnen het Parijsakkoord is ook dat we binnen tussen 2015 en 2050 moeten streven naar dat alle landen carboneutraal worden. En wat wil dat zeggen, carboneutraal? Dat wil zeggen dat er moet een balans zijn tussen wat je afstoot aan CO2 en wat je absorbeert aan CO2. En elk land moet dit aangeven.
in rapportages naar de UNFCCC. De UNFCCC. UNFCCC staat voor United Nations. Framework for Climate Change. Yes. Dus Suriname en andere landen hebben zich gecommitteerd eraan. En hoe doen we dat? Het belangrijkste is dat we aangeven hoe we dat doen middels onze NDC's. NDC staat voor National Determined Contributions. Daarin geef je aan binnen welke sectoren elk land probeert die CO2-afstoot te reduceren. Heel belangrijk is om te weten dat Suriname zich heeft gecommitteerd op 4 sectoren. Dat is de energy sector, landbouw, bosbouw en infrastructuur, transport en infrastructuur. Oké. Dit jaar hebben we gezien, en ja, eigenlijk is elke kop is een belangrijke kop. Maar dit jaar heeft men uitdrukkelijk de focus gelegd op die global stocktake. En die global stocktake is in feite kijken naar wat voor vooruitgangen hebben we geboekt in de richting van het behalen van de doelstelling. Dus die doelstelling van die 1,5 graden Celsius en die uitstoot van die gassen. Ik mag zeggen, vandaag heb ik een rapportage gehad van ons team dat nog daar zit. Is gebleken dat om die 2050 carbon neutraliteit te halen, dat we in 2030 al ongeveer 45% moeten hebben gereduceerd, alle landen bij elkaar. En nu wijst het uit dat het maar 2% is. Dus dat is geen goed nieuws. Dat wil zeggen dat we in de komende tijd zeker kunnen verwachten dat we de gevolgen gaan voelen van die klimaatsverandering. En dat is heel ernstig. Dus dat moeten we heel goed in acht nemen. Binnen EOSIS verband, en EOSIS staat voor de Alliance of Small Island States. Want als we gaan meedoen aan de COP, is het niet dat één land dan gaat pleiten voor zichzelf. We worden in groepen gezet. Suriname behoort tot de EOSIS. En binnen de EOSIS hebben we onze punten die we kenbaar maken om te komen tot één op een groep van standpunten. En deze EOSIS gaat dan ook onderhandelen binnen G77. Directeur, u mag me aanvullen of corrigeren. En binnen deze G77 maken we ook onze standpunten kenbaar, omdat wij dan pleiten voor een goede of rechtvaardige, rechtvaardige doelstellingen. Als we kijken naar, en ik ga nu springen naar de punten, adaptatie, mitigatie, climate finance, capacity building, technology transfer. Directeur, mag me aanvullen als ik wat heb vergeten. Dus al deze zaken worden besproken. Ik mag doorgeven dat we binnen G77 wij de lead hebben in negotiations voor adaptatie. Dat is dus, dat wordt geleid of is geleid geworden door Tiffany van Ravenswaai vanuit Rome. En binnen dat kader heeft zij dus geprobeerd te onderhandelen voor de G77 landen op het gebied van adaptatie. Ik ga even praten over wat wij als Suriname hebben kunnen laten zien. Want dat weet de wereld niet. En dat weten wij zelfs in Suriname nog niet. In de afgelopen tijd hebben we heel erg gefocust op het committen aan onze afspraken naar de UNFCCC. We hebben recentelijk een BUR, en dat is dit jaar goedgekeurd door de UNFCCC. BUR staat voor Biannual Report. Daarin hebben we aangegeven hoe wij binnen die sectoren hebben gereduceerd. We hebben onze green gas inventory ook laten zien. En zoals u het weet, wij zijn carbon negatief. Wij zijn carbon negatief en hebben zelfs binnen sector bosbouw, hebben we daar 18,5 miljoen CO2 kunnen reduceren. En dit hebben we kunnen presenteren. Suriname is gevraagd worden om samen met andere 12 landen dit te presenteren, zodat de andere landen die nog niet zo ver zijn met hun BUR-rapport van ons kunnen leren. Dus dat we dus die knowledge sharing hebben gedaan. Ik ga dan even dan uitweiden naar de verschillende onderwerpen. Ik ga het hebben over mitigatie. Bij mitigatie is het zo dat het altijd een gevecht is.
De rijke landen, zoals u weet, en ik wil dat benadrukken, als we kijken naar die CO2-uitstoot, het dilemma waarin we nu zitten in de wereld, is het dat 20%, of nee, 20 landen voor 80% uitstoot hebben gezorgd tot nu toe. En die 20 landen zijn meestal de rijke landen, zoals China, Amerika en de Europese landen. Die landen die zijn natuurlijk goed in het mitigeren. Ze hebben de technologie, ze hebben de know-how, ze hebben de finance. En dan wordt er natuurlijk verwacht van alle andere landen om ook te mitigeren. Als het gaat om mitigeren, zien we steeds dat de landen met heel veel bos, hoe noemen we dat in de termen natural mitigation mechanisms, die worden aan een kant gedrukt. En binnen EOSIS was het voor ons belangrijk om die erkenning te krijgen dat landen met bos ervoor hebben gezorgd dat al die jaren, niet eens al die jaren, al die eeuwen er CO2 is geabsorbeerd. Terwijl de rijke landen uitstoten, zich ontwikkelen, hebben wij landen ervoor gezorgd dat wij absorberen. Maar dat krijgt niet genoeg erkenning van de andere landen. Dus wij hebben steeds moeten pushen binnen EOSIS, waar er maar enkele landen die opkwamen daarvoor. Dat waren Suriname, Guyana en Belize. Dus dat is één zaak waarvoor we hebben gepleit. Binnen mitigatie is het zo dat we een climate finance mechanism hebben waarbij we zouden kunnen verdienen uit removals. En wat zijn removals? Removals is dus het feit dat onze bossen die CO2 kunnen absorberen en eigenlijk ook zorgen voor reductie. Anders dan wat de rijke landen doen met hun technologie. Maar dat wordt niet gewaardeerd. Dus wij moesten ervoor vechten. Dus daarover zal de directeur een beetje meer vertellen over artikel 6 straks. Als het gaat om adaptatie, merken we steeds ook in het verleden dat de rijke landen meer gaan naar richting mitigatie en minder praten over adaptatie. Maar ontwikkelingslanden moeten adapteren. Omdat wij, zoals u merkt in Suriname, wij maken ook deel uit van het Caribisch gebied. Wij merken de gevolgen van zeespiegelstijging. Als het even regent, merken we al dat Paramaribo, die ligt aan de kustvlakte, onder water ligt. In de afgelopen tijd, droge periode, hebben we gezien dat de waterwegen allemaal droog waren. Er geen drinkwater was in verschillende gebieden. Dat heeft te maken met klimaatsverandering. En wij moeten adapteren. Adapteren wil ook zeggen dat we kijken naar een mogelijkheid om anders onze landbouw te doen. Want zoals u heeft gezien, peper is duur, alle groenten is duur vanwege gebrek aan water. Wij moeten dan kijken naar andere methodes, nieuwe technologie gebruiken om anders te planten. En dat hebben we nu nog op dit moment niet voldoende. Dus die adaptatiefonds is er, maar het probleem bij de adaptatiefonds is dat we mogelijkheden hebben bij de Green Climate Fund. En we hebben gesprekken gehouden met de Green Climate Fund. Ik ga de directeur ook vragen om daarover even te praten straks. De Green Climate Fund heeft miljoenen aan geld die beschikbaar is voor adaptatie van landen. Maar het probleem bij het verkrijgen van deze middelen is dat er een soort bureaucratie erin zit. Waardoor het niet makkelijk is om die finance te krijgen. Het is dat we wanneer we een proposal moeten indienen, moeten aangeven dat daadwerkelijk, als het ligt aan, zeg maar, ik noem even het voorbeeld van peper, dat er een schaars is aan peper of aan groenten, dat het daadwerkelijk komt door klimaatsverandering. Dat moet als eerste bewijzen. En dat kunnen we niet altijd bewijzen, omdat we niet de capaciteit hebben om al die statistieken bij te houden. Bij de laatste droge periode zijn we niet in staat geweest om alles bij te houden. Dus dat is een probleem. Capaciteitsversterking moeten we ontvangen. Om zo in staat te zijn om die proposals goed te maken. Want ze letten op de commas en de puntjes en al die zaken. Alvorens het wordt ontvangen om te kijken als we in aanmerking kunnen komen. Maar de directeur zal daarover iets meer vertellen. We hebben gesproken gehad met de Green Climate Fund. En we hebben dus toch wel wat vooruitgangen kunnen boeken. Ik wil daar even praten over, ook over... hoe noem je dat, die just transition. Dat is ook een belangrijk punt dat besproken is geworden binnen EOSIS verband. Zoals u weet, voornaamste oorzaak, er zijn enkele oorzaken voor die CO2-afstoot. Het verbranden van kool. En dat gebeurt nog steeds. Er zijn landen in Europa waar er nog kool wordt verbrand. Dat is dus een van de
oorzaken van deze CO2-verhoging. Een andere is fossiele brandstoffenverbranding. En er is dus gepleit om die fossiele brandstofgebruik te verlagen. Maar zoals u weet, wij hebben natuurlijk ook een opportunity om onze oil en gas te ontwikkelen. Als u aan de landen, de ontwikkelingslanden, vraagt om dat niet te doen, hebben wij een probleem. Kijk, nu al merken wij dat wij niet in een situatie zitten om die transformatie te doen. Er wordt verwacht dat alle landen die transitie moeten doen om te gaan van een normale economie, de traditionele economie, naar een economie waar je sprake van low carbon. En dat kunnen we nog niet. We krijgen de middelen ook niet. We hebben bijvoorbeeld niet voldoende renewables in Suriname. Energievraag is heel groot. We kunnen als land niet voldoen aan die energievraag als we nu stoppen met fossiele verbranding. Dat kunnen we niet doen nu. Wij hebben dan wel gepleit naar een eerlijke transitie waar wij toch wel de mogelijkheid krijgen om onze fossiele brandstoffen te gebruiken om die ontwikkeling te krijgen die we willen krijgen. Omdat die rijke landen dat hebben gedaan al die jaren. Natuurlijk moeten we kijken naar een duurzame manier om die just transition te doen. En daarvoor hebben wij gepleit. Dus binnen EOSIS is er wel overeenstemming gekomen op een gegeven moment om die statement te veranderen naar fossiele uitfasering alleen voor de high emitters. En zoals ik het heb gezegd, Suriname is geen high emitter, is geen low emitter, we zijn carbon negatief. Dat wil zeggen dat we meer absorberen dan we emitten. En zelfs hebben we uitgerekend dat als zouden wij die oil en gas hebben in 2028, we toch nog negatief blijven. Dus dat is wel heel belangrijk om door te geven. Dus ik wil even vragen aan de directeur om even in te gaan op dat van een mitigatie. Artikel 6. De removals en dan adaptatie. Dank u wel, minister. Tijdens COP28, en het is misschien om goed aan te geven dat de COP heel vroeg begint. Dus nu heb je dus de sessies in november, december. Maar de COP begint ergens al in maart van het jaar, waarbij dan een heleboel werkgroepen beginnen dat werk voor te bereiden. In juni heb je de zogenaamde SAPSTA SBI meetings, waar voor het eerst dan in zo'n jaar de groepen bij elkaar komen om dan te praten over die verschillende onderwerpen. Daar in juni wordt eigenlijk de basis gelegd over de discussies die gevoerd zullen worden in december. Dit jaar december, meestal is het in november. Maar vanwege het feit dat het in Dubai was en het heel erg heet is in november, hebben ze het met een paar weken verschoven. In ieder geval, de SAPSTA-meetings zijn dus eigenlijk leggen de fundering van de discussie. En we kregen dus op een gegeven moment, dus de eerste week van de COP, kreeg je dus de SAPSTA's weer, de SAPSTA's en de SBI's, waarbij de verschillende groepen, verschillende landen, verschillende parties, verschillende blokken in conclaaf gaan om tot een overeenstemming te komen. Ik moet zeggen dat toen de president, de COP-president, de zaak moest overnemen van de SAPSTA, de voorzitter, en de SBI-voorzitter, heel wat zaken niet waren afgerond. De landen, de parties waren niet overeengekomen. En dat was dus de tweede week, of begin tweede week van de COP. Dus als we 30 waren begonnen, 6 december, kwamen we tot de conclusie dat heel wat van de onderwerpen, want die gaat onderhandelen. En dan 6 december, toen verslag werd gedaan aan de COP-president, bleek dat heel wat onderwerpen gewoon daar lagen. Er was gewoon geen overeenstemming, waardoor de COP-president op een gegeven moment voor een strategie heeft gekozen om namens hem negotiators aan te wijzen. En toen heeft hij voor de verschillende onderwerpen, wat de minister ook al heeft gelist, global stocktake, adaptatie, mitigatie, finance, gender, technology, just transition en, heel belangrijk onderwerp, loss and damage voor het Caribisch gebied, heeft hij dus personen aangewezen namens hem om dan die discussies te versnellen.
De laatste update is dat ten aanzien van en artikel 6, de minister vroeg me om daarover te praten. Artikel 6 regelt eigenlijk mechanismen ten aanzien van de zogenaamde carbon credits. Compliance market, waarbij dan vanuit de UNFCCC Paris Agreement regels zijn vastgesteld hoe we moeten omgaan met deze credits. Je moet helaas aangeven dat de laatste update is dat die onderhandelingen stroef zijn gelopen, niet zijn gegaan hoe wij gewenst hadden. Dus er is geen overeenstemming bereikt ten aanzien van 6.4. 6.4 is het centrale mechanisme die ervoor moet zorgen dat er één methodologie is voor het genereren van zogenaamde carbon credits. Helaas is het nog niet gelukt. Dat betekent dat het is verschoven naar COP29. Er moet nog veel meer gediscussieerd worden. Er waren wat wijzigingen ten aanzien van 6.2. In de zin dat 6.2 regelt dat landen, parties, in principe carbon credits met elkaar kunnen verhandelen. Waarbij dan je dus een mechanisme hebt, je moet een registry hebben om ervoor te zorgen dat je een mechanisme hebt om dat af te trekken. Want als je dus carbon credits overneemt van land 1, dan moet dat overgeschreven worden bij land 2 enzovoorts enzovoorts. De zogenaamde annex 1, rijke landen hadden wat voorstellen om het wat flexibeler te maken. Wij opereren in dit kader binnen de CFRN body. Dat staat voor Coalition for Rainforest. En wij hadden wat dat betreft wilden we heel zakelijk zijn. Het moet niet een vrijgevochten boel worden. Dus analistiekens. We willen niet hebben dat er een situatie ontstaat dat parties niet op de hoogte zijn en terwijl er deals worden gesloten in aanzien van carbon credits. Gelukkig moeten we zeggen dat dat niet is doorgegaan. Dus het blijft hoe het nu is. Dat parties en agencies zaken kunnen doen. Maar dat het niet iedereen bevoegd is om credits te gaan verhandelen. Dus dat is dan niet doorgegaan. 6.4 is nog niet gelukt. Er is heel veel werk gedaan. Ik zei al, de COP begint heel vroeg. Maar het is nog niet gelukt. Dus laten we hopen dat het in 2024 wel lukt. Dat er een centrale mechanisme is voor 6.4. Ten aanzien van GCF, u weet, voor al deze maatregelen die we moeten treffen in het kader van klimaatverandering, hebben we één capaciteit nodig, technology nodig, maar zeker geld. Dit is ongekend. Dit is iets dat waarmee wij als Grenlanden moeten dealen en wij zijn hiervoor niet berekend. De GCF is daarvoor in het leven geroepen, een aantal jaren geleden. Alleen, de minister heeft al aangegeven, de GCF is niet een makkelijke pakkie. GCF staat voor Green Climate Fund. Okay. Allemaal heel makkelijk, als je hun website leest, denk je van, oké, morgen heb ik dat geld. Nee, is echt niet waar. De GCF heeft mechanismes ontwikkeld. Heel scherp, ergens te begrijpen, want het is een finance mechanisme, dus je moet wel aan de regels voldoen. Alleen, voor ons als Grenland, om zoveel te kunnen doen, dat hebben wij niet in place. Maar het is heel zwaar, maar we proberen. Wat nu is gedaan, de GCF is ook aan het ontwikkelen. Want GCF ziet ook van, jongens, als ik zo verder ga, dan kan ik de tent zelf gaan sluiten. Want dan haal ik mijn doelstellingen niet. Zij hebben ook binnen de GCF zijn targets. 50% moet gaan naar adaptatie. 50% van hun financiering moet gaan naar mitigatie. En zij halen hun targets ook niet. Dus wat ze nu hebben gedaan, ze kijken heel realistisch naar de landen die klein zijn, die zwak zijn tussen analistieken zoals ons. En ze hebben voorgesteld, ze geven ons nu in april, vanaf april 2024, krijgen wij als land een bedrag van $10 miljoen om beter te gaan plannen. We hebben onze NDC en we hebben onze NAP, Nationale Adaptatieplan. Alleen om het te kunnen verkopen aan een donor moet je veel meer gaan doen. Dus je hebt die plannen, maar die plannen zijn in principe niet uitvoerbaar op dit moment. En de GCF geeft $6 miljoen voor het uitvoerbaar maken van die plannen van adaptatie en een ander $4 miljoen voor het mitigatieplan, dus onze NDC. Dat is een hele grote winst, moet ik zeggen. Anders moesten wij het zelf gaan doen. En die middelen hebben wij niet. $10 miljoen is heel veel geld.
Dus we krijgen die middelen. Met GCF zijn er goede afspraken nu gemaakt hoe wij dat kunnen uitzetten. De GCF heeft een werkwijze, dat gaan ze blijven hanteren. Maar door het beschikbaar stellen van die middelen kunnen we gerichter werken. En zij werken met concept note en full proposals. Dus binnen die lifeline van 10 miljoen kunnen we heel veel concept notes voorbereiden die we kunnen gaan submitten bij de Green Climate Fund. Die concept note vergt heel veel tijd. Ik moet zeggen dat we ook een primeur hadden. We hebben onze eerste concept note ingediend tijdens COP28. We hebben GCF zover kunnen krijgen dat we dat hebben kunnen doen. We hebben voor 2 jaar geleden een readiness programma. Readiness programma staat voor studies. De GCF geeft elk jaar, los van de 10 miljoen dat ze nu beschikbaar stellen, up to $1 million om zich aan landen om zich voor te bereiden. We hebben 2 jaar geleden gebruik gemaakt van die window. En we hebben dus nu voor de agriculture in samenwerking met de FAO een concept note kunnen ontwikkelen en dat ook ingediend. Dus dat is een hele goede stap die we hebben gemaakt. Hoe groot is het bedrag? Dat is een SEP. Het moet gaan in de orde van $23 miljoen. Een project van $23 miljoen die we voor de agriculture willen uitvoeren. En dat is niet gewoon studies doen, maar echt uitvoeren. Een tangible project. De minister had een vrij goed gesprek met de regional office van de Green Climate Fund. Ik denk dat daar ook aangegeven is de grote baas van de GCF Latijns-Amerika en Caribbean, dat ze heel veel aandacht gaan besteden aan Suriname. We lopen een beetje achter en ze zien dat ook. En ze willen ook heel veel tijd besteden aan ons. Dus wij krijgen high priority. Minister is ook gesproken over een eventuele bezoek. De minister heeft aangeboden dat ze naar Suriname komen om meer bekendheid te geven over de GCF. Maar omdat GCF-funding niet alleen voor de overheid mogelijk is, GCF-funding is ook mogelijk voor de zogenaamde CSO's. We hebben een heel trainingsprogramma gehad vorig jaar, hoe CSO's in aanmerking kunnen komen. En we zijn bezig dat proces ook in te zetten. Dus de GCF-funding is niet alleen voor de overheid, maar het is ook voor CSO's en NGO's die dus gebruik kunnen maken van die faciliteiten. Maar nogmaals, het is niet makkelijk. We moeten heel veel gaan investeren. Er is, as we speak, is vanmorgen, we werden allemaal, ik denk dat we al 4 uur in de ochtend al wakker waren, want we waren zo enthousiast. En as we speak, is de krop bezig alles het geheel af te sluiten. De draft decisions hebben we net ontvangen. Er is een besluit gevallen ten aanzien van de Global Stocktake. Heel belangrijk onderwerp, de minister heeft het al uitgelegd. Maar belangrijk is dat er nu een besluit is gevallen. Wat doet die Stocktake? Die Stocktake moet ervoor zorgen, want landen hebben heel veel beloofd. Vooral die rijke landen. We kennen allemaal die pledges van up to 100 billion per jaar. Dat gestort zou worden in de Green Climate Fund. En dat landen als ons makkelijker access zouden krijgen tot klimaatfinanciering. Allemaal heel mooi, maar niets is echt uitgevoerd. Dus die Global Stocktake programma gaat dus daadwerkelijk nagaan wat wordt beloofd en wat wordt daadwerkelijk geïmplementeerd. Gaat een heel goed beeld geven van de Paris Agreement. Beloven is mooi, maar uitvoeren is dat ding. Dus de Global Stocktake is een mijlpaal voor ons, zeker als klein land. Dat gaat dus water en wijn scheiden en duidelijk maken waar staan we. Een ander belangrijk onderwerp dat voor ons vandaag is aangenomen is dus die Global Goal on Adaptation. We weten zelf hoe vulnerable we zijn. De minister heeft al uitgelegd, we zijn carbon negatief. Maar de kwetsbaarheid van Suriname staat in de top 10. Dus wij moeten heel veel adaptatiemaatregelen treffen. Adaptatiemaatregelen kost heel veel geld. In Glasgow en in Egypte is men toen gaan praten. Hoe gaan we die adaptatie, dat programma beter ordenen? En nu is er een besluit gevallen waarbij conform een programma de adaptatie vanuit UNFCCC zal worden georganiseerd. Waardoor landen veel meer access kunnen krijgen tot capacity, technology
en natuurlijk finance. Dat is een hele belangrijke mijlpaal voor ons als land. En de Loss and Damage Fund. De Loss and Damage Fund, je kan mitigeren, dus het terugbrengen van die emissions. Je kan jezelf weerbaar maken, maar niet alles kan je doen. Je kan, op een gegeven moment is er altijd schade, loss and damage. En vooral onze landen, de CARICOM states, hebben zich de afgelopen jaren ontzettend sterk gemaakt voor de Loss and Damage Fund. De Loss and Damage Fund is nu operationeel. Een hele discussie gevoerd, wie gaat die zo'n fund beheren. Als ik me niet vergis, de laatste discussie was de World Bank. Ik moet zeggen dat wij niet helemaal happy zijn, omdat de World Bank ook haar eigen werkstructuur heeft. Dat ook min of meer hetzelfde is als de Green Climate Fund. Als zich een calamiteit voordoet, dan willen we niet 6 maanden wachten voordat we die middelen hebben. Als er zich een hurricane of overstroming en we hebben heel veel schade ondervonden, dan moeten we binnen no time de middelen kunnen krijgen. We hebben gepleit voor de Caribbean Development Bank als een secondary bank om daar ook de middelen te hebben, zodat we in de regio snel kunnen putten als het nodig is. Ik moet echt nu gaan kijken of dat erdoor is, want we zijn echt vanmorgen 5 uur, 6 uur genomen, dus hopelijk wel. We hebben ook gepleit dat vanuit CARICOM een member state zitting neemt in de Loss and Damage Board, zodat we makkelijker access kunnen krijgen tot die funding. Anders is het nog eens een keer een Green Climate Fund of een andere adaptatie fund die dus heel traag is. De Loss and Damage Fund, de idea behind it is dat we snel access kunnen krijgen in a case of an emergency. Ik denk dat, minister. Ja, goed. Inderdaad, die loss and damage is iets dat vanaf dag 1 is besproken. Vanaf dag 1 is het de president van COP28 gelukt om die pledges te krijgen van de rijke landen. En er is in totaal iets van 900 of 700 miljoen bij elkaar opgebracht. Maar het is nog steeds niet wat nodig is. Het is ongeveer 0,2% van wat nodig is. Om alle loss en damage te kunnen voorzien. Sowieso in het Caribisch gebied, ga ik nogmaals herhalen, zijn wij vulnerable. De directeur heeft gezegd, een van de top 10. Ondanks wij carbon negatief zijn, ondanks wij bos hebben, ondanks alle positieve zaken, zijn we vulnerable. Dus we moeten in elk geval wel opkomen en dat hebben we gedaan. We hebben gekeken naar mogelijkheden. We hebben ook gekeken naar hoe wij samen met andere landen kunnen werken. Bijvoorbeeld, we hebben gesprek gehad met Indonesië over onze kustbescherming. Om te kijken hoe wij die mangroven kunnen versnellen. Mangroven aanplanten. Zij hebben die technologie waar ze met drones hun mangroven planten. Betere technologieën, dat hebben we ook bekeken. We hebben gekeken hoe we met Belize en Honduras kunnen kijken naar hoe we bijvoorbeeld onze bossen beter kunnen beschermen. Dus dat is allemaal gedaan door het team. En we hebben sowieso gekeken naar hoe wij van anderen kunnen leren. Ja, dat is het. Misschien toch even, minister, aanvullend een belangrijk onderwerp. Klimaatsverandering heeft natuurlijk heel veel gevolgen. Maar een van de gevolgen waarmee we op dit moment misschien niet zoveel rekening houden is migration. Vanwege klimaatsverandering ga je een hele migratie krijgen van mensen van hier en daar en overal. En het kan heel negatief zijn, maar het kan ook heel positief werken. We hebben zeker, minister, wij zijn zeker 2 keer geweest naar site events waarbij ook wij het woord hebben gevoerd. Een heel belangrijk onderwerp, want als je dus movement krijgt van communities, moet je rekening houden dat ja, mensen verliezen hun rijkdommen, mensen verliezen heel veel, maar wat er ook is gezegd, je kan het misschien ook positiever kijken. En wij gaan ook de komende periode veel tijd moeten besteden aan de movement van mensen. Hoe kunnen we daaruit het beste halen? Als er vraag is van technology, skilled labor, en er is klimaatsverandering, in bepaalde landen zijn ze al zo ver dat ze skilled labor nodig hebben en een Suriname zich kan profileren, kunnen we ook bijdragen, positief bijdragen tot die ontwikkeling. Dus men kijkt ook naar die dingen van hoe we binnen het Caribisch gebied
de negatieve dingen zijn er, maar er zijn ook heel veel positieve dingen en hoe we daaruit kunnen putten. Ja, goed. MC, ik denk dat we even kunnen overgaan tot de vragenronde. Als er vragen zijn. Yes. Ja. Ja, mijn naam is Gloria Botsen. U heeft heel veel verteld, heel veel technische woorden gebruikt. Volgens mijn advies zijn, koop brokkenmoor in Piacenzi, zodat iedereen het kan begrijpen. Natuurlijk is er het land aangaan. U heeft het over capaciteitsversterking. Als ik het goed begrijp, eigenlijk zitten we dus daar een beetje, hebben we gebrek aan capaciteit. Mm-hmm. Ja. En die Green Climate Fund, zegt u, die is daar bereid om daar geld in te stoppen, zodat wij kunnen gaan werken aan capaciteitsversterking. Mm-hmm. En dat betekent knowledge, dat betekent materiaal. Wat moet u daarbij voorstellen? Ja. Kijk, om je een voorbeeld te geven. Kijk, dit is een nieuw ministerie. We hebben een klimaatafdeling. Dat bestaat uit 4 mensen. Vier mensen. Als wij gaan naar het buitenland. Nee, laten we niet naar buiten. Als we gaan naar de COP. Dan hebben wij met onze 4 zitten wij en andere landen hebben 20 mensen. Die soms allemaal, soms 100, die soms helpen met de onderhandeling. En dat zijn dan technische mensen. Natuurlijk, we zijn een klein land, maar het percentage aan techneuten binnen de sector, klimaatsector, de milieusector is heel weinig. Capaciteitsversterking natuurlijk is nodig op alle fronten. Zeker als we kijken naar, toevallig weet ik hoe de situatie is op een FTW, de universiteit, milieutechnologie, daar hebben we ook weinig studenten, ook weinig docenten die in de verschillende, hoe noem je dat, gebieden, thema's, zoals, hoe noem je dat, removals, carbon credits, dat zijn niet genoeg. Dus die capaciteitsverschillen gaan komen doordat zij bijvoorbeeld ons helpen met professionals van buiten, die ons hier komen trainen, die ons bijvoorbeeld 3, 4, 5 jaren hier ondersteunen en onze mensen trainen. Als het gaat om verzameling, dat gaat gepaard met onderzoek. Onderzoekscapaciteit verhogen, zodat we, net als Amerika, die statistieken op tijd hebben. En als we die statistieken op tijd hebben, kunnen die proposals heel gauw indienen. En dan hoeft men niet te twijfelen aan het onderzoeksmethodologie. Toch? Want dat is dan belangrijk, dat is wat ze gaan toetsen. En natuurlijk ook equipment. Ik weet dat openbare werken werkt aan een early warning systems. Ik ben geweest naar een van de paviljoenen. En daar ziet u een scherm die even breed is als deze wand hier. En dan kunnen ze gelijk zien op basis van temperatuur en weer hoe de malaria misschien zich ontwikkelt in bepaalde gebieden. En hoe wat het effect is van die ziekte op die mensen. Dat hebben we niet. Nee. Dat hebben we niet. Ja, dus dat is even een voorbeeld om aan te geven. Dus u pleit eigenlijk voor capaciteitsversterking. In hoeverre kunt u een aanzet geven tot die studie, mensen te gaan interesseren? Want wij, eigenlijk zijn we dus niet geëquipt. Is dat wat u zegt eigenlijk? We kunnen als klein land met onze capaciteit deze grote vraag niet aan. Het is ook niet dat we niks hebben. Met onze kleine capaciteit hebben we wel die zaken die ik heb genoemd daarnet, onze BUR kunnen ontwikkelen, we hebben kunnen rapporteren, we hebben zelfs met onze SBB binnen die bosbouwsector CO2 kunnen reduceren, we hebben die frels gemaakt, is een beetje technisch natuurlijk, maar het moet beter worden. Dus als u vraagt van hoe kunnen we mensen interesseren, het begint met awareness. Niet iedereen weet wat de mogelijkheden zijn binnen de milieusector, hoe ze hun bijdrage kunnen leveren. Dat moet natuurlijk komen. En als die awareness er is, moeten we dan ready zijn met de mensen die de studenten of de andere normale mensen kunnen trainen. Als ik het goed begrijp, is dus $10 miljoen vanuit de Green Climate Fund om dus die studies uit te voeren waarvan 6 gaat adaptatie en 4 naar mitigatie. En heb ik het ook goed dat een deel ervan gaat naar hoe we onze landbouw effectiever kunnen doen? Ja, dus de directeur zal dat even weer verduidelijken. We hebben een heleboel plannen. Landen moeten dus een
zogenoemd NDC ontwikkelen, waarbij ze dus aangeven, beloven aan de wereldgemeenschap hoe wij onze emissies terug gaan brengen. En we hebben zogenaamde NAP, National Adaptation Plan. Daarin zijn, we hebben bijvoorbeeld in de Nationale Adaptatieplan van ons, hebben we 12 thematische sectoren, dus echt sectoren, landbouw, forest, infrastructure, water, enzovoort, enzovoort, mijnbouw, zijn 12 sectoren. En 5 cross-cutting sectoren, capacity, building, finance, awareness, enzovoort. Wat er nu is, we hebben een adaptatieplan, maar wil je dat nu uitvoeren, dan ga je nog heel veel moeten doen. Want in het adaptatieplan van ons staat bijvoorbeeld, je moet maatregel X treffen. Maar om maatregel X te kunnen treffen, heb je sowieso die capaciteit nodig, je know-how nodig en je hebt finance nodig. Om finance te kunnen triggeren, bijvoorbeeld bij de Green Climate Fund, moet je dus een heel goed, echt een heel goed project proposal kunnen indienen. En precies daar hapert het. Wij hebben dus op dit moment niet de capaciteit om die proposals te gaan ontwikkelen. Wat zegt de Green Climate Fund? Heel pragmatisch nu. Van weet je wat, ik zie waar de gap is. En ik ga het voor je laten invullen. Dus dan maakt hij 10 miljoen vrij. 6 miljoen dus voor die adaptatie. En dan gaan we nu kijken naar ons adaptatieplan. Samen met de regering, dus de totaliteit. Oké, dit moet nog priorities gaan worden. Infrastructure, water, agriculture, forest, bij wijze van spreken. En dan gaan wij voor al deze thematische gebieden nu echt projectproposals of maatgesneden laten ontwikkelen. Door waarschijnlijk externe krachten. En dan zijn dus die met de 6 miljoen worden dan daarvoor ingezet. Dan geloven die consultants die je moet aantrekken, die kosten heel veel geld. Het zijn experts en wat de minister ook ging uitleggen net, van die data constraint die we hebben als land. De GCF vraagt, want je moet kunnen bewijzen, want het is een klimaatfonds. Het is niet gewoon een reguliere bank. Dus je moet kunnen aangeven, because of climate change. Dat dit niet kan gebeuren. Het is een aanname van ons en misschien wel een correcte aanname, maar de Green Climate Fonds, hè, brada. Je mag je aannames hebben, maar toon het aan. Ja. En zwakke instituten, landen die dus zwak zijn qua data management, hebben een probleem. Maar de GCF zegt, oké, dan moeten we daaraan gaan werken. Dus GCF is constant bezig zichzelf ook te bijstellen. Eerst waren ze heel scherp en zeggen, oké, weet je, let's make it happen. Omdat zij hun doelstellingen ook niet halen. Nee. En zij worden flink, want wanneer ook naar die kop gaan, dan zijn we ook niet makkelijk. GCF is een punt van discussie tijdens de kop. En je moet zien wat GCF te horen krijgt. Het is niet mooi voor GCF. Dus GCF moet ook... Want van zij waren vandaan, dus een beetje... Ja, een beetje bijstellen. En daarom maken ze die lifeline nu... Creëren ze een lifeline voor landen als ons. Om ons te gaan voorbereiden. Zodat we meer kunnen halen uit die funding. Ja, want u zegt dat men eerste concept heeft u ingediend. Is dat goed gekeurd? Dat is voor de landbouw. Ja, het concept is ingediend. Is pas ingediend. Ah, ik ben niet zo enthousiast over ben. Yeah, maar het is wel een hele richting. Werk om een concept te nood te hebben. Hè? Wat we hebben gedaan is, de GCF heeft nu, vorig jaar de GCF gezegd van, weet je wat jongens, we gaan het een beetje anders doen. Vroeger moest je gewoon je concept nood maken, doe hoe je denkt, heb een format, moet het invullen en dat dien het in. Maar de GCF zegt nee. Vorig jaar hebben ze gezegd, we gaan samen nu doen, samenwerken. Want ik zie dat het niet werkt. Want als wij dat document krijgen, moeten we het bijna, moet je het opnieuw gaan doen. Dat is loss of energy. Weet je wat, we gaan het samen doen. Dus nu hebben we een proposal die vrij goed is. Ja. En de minister heeft een heel goed gesprek gehad met de baas van de GCF, de regional director. En zij heeft in principe aangegeven, jullie zijn mijn hoogste prioriteit. Ja. Dien in. Ik zorg ervoor dat het gaat gebeuren. Dus die proposal, de kans dat het slaagt, omdat Suriname echt... Suriname heeft nog geen full proposal. Suriname heeft nu readinessprogramma's, studies. Maar ze willen Suriname echt gaan helpen, zodat Suriname die volgende stap... Barbados heeft dan, van mijn Jamaica ook al in de regio. Barbados heeft een heel goed water distribution project. Maar ze willen Suriname ook daar hebben. En ze willen echt hun best doen. Heb ik nog wat vragen? We zijn nu carbon negatief, hè, en dan kun je credits krijgen.
In hoeverre heeft het consequenties zoals wij omgaan met ons milieu, illegale houtkap, kwikgebruik, heeft het ook nog consequenties voor die, onze negatieve status of maakt het helemaal niet uit? Ja, het is niet dat wanneer je carbon negatief bent, je automatisch credits krijgt. Je moet natuurlijk iets doen om die credits te krijgen. En zoals ik het heb gezegd daarnet, automatisch krijgen omdat onze bossen kunnen absorberen, dat krijgen we niet. Dus het is nog steeds dat je die carbon kan ontwikkelen door aan te tonen dat je CO2 reduceert. En het hoeft niet zo, want de perceptie is, het komt alleen door bomen. De perceptie is dat het alleen komt van bos, maar je kan bijvoorbeeld door jouw energiesector anders aan te pakken, daar ook reduceren. Tesla bijvoorbeeld, u kent Tesla van Elon Musk, die heeft kunnen verdienen alleen naar carbon credits, ze hebben geen bomen, ze hebben geen bos, iets van $2 miljard. Dat is alleen door te laten zien dat ze hebben kunnen reduceren. En daar moet je dan werk doen. Weer, sorry. Of dat invloed heeft. Ja, oké. Op onze status. Prima. Ja. Natuurlijk. Kijk, en daarvoor heb ik laatst gepleit bij de regering om die alignment te hebben. We kunnen niet zeggen van oké, we gaan onze bossen beschermen. 93% bossen hebben we nu. Maar dan gaan we dan niet kijken naar onze ontbossingsgraad. De grootste driver van ontbossing is nu op dit moment illegale goudwinning, zoals u dat weet. Ja. En dat moeten we natuurlijk tegengaan. Daarvoor heb ik gepleit. Een andere grote driver die een mogelijkerwijs zelf kan zorgen voor ontbossing is de landbouw. Toch, daar moeten we anders gaan doen. Niet dat we primair bos moeten gaan kappen voor nieuwe landbouwgronden. Er zijn bestaande landbouwarealen die gebruikt kunnen worden als men landbouw wil doen. Dus dat moet aligned worden. Binnen de houtkap is het iets beter georganiseerd. Daar hebben ze standaarden en methodes om niet te ontbossen. Er gebeurt geen ontbossing in die houtkapsector. Voor nu alleen de houtsector, de illegale hout is dat de oorzaak ervan. Dat is voornaam. Dus die alignment moet wel komen. En natuurlijk ligt het aan de orde in de houtsector om dat voor ons te ordenen. Dat we op een gegeven moment geen illegale goudwinning hebben. En doet u een samenwerking? Yes. Ja. Heeft oil en gas, hebben daar ook invloed kunnen daarop hebben? Sowieso, zoals ik zei. Dus oil en, als dit de neutrale lijn is, zitten we dus hier. Op een gegeven moment hebben we gezien dat als we straks zouden starten in 2028 er een kleine sprong kan komen. Maar we blijven nog steeds onder de lijn. Wat zeker ervoor zal zorgen dat we negatief blijven, is dat we als we bij die bosbouwsector, die energiesector, die transportsector, daar kunnen reduceren, dan blijven we sowieso onder de nul. En dat is mogelijk? Dat is helemaal mogelijk. En daar zijn jullie ook al mee bezig? Ja. Welke invloed heeft ROM trouwens bij uitschriften van gronden? Niks. Helemaal niks? Nee, we geven geen gronden uit. Maar u bent bezig met ruimtelijke ordening, toch? Dus moet okay. een samenspel zijn van waar gaan we nou bouwen, de ontwikkeling, waar komt openbaar vervoer? We geven geen gronden uit. We geven geen gronden uit, maar wij zorgen voor dat gebied, voor dat gedeelte van ruimtelijke ordening te maken met planning. Als we praten over planning, dan is het ruimtelijke planning waar we in feite zullen aangeven waar je het best kan wonen, waar je het best je industrie kan plaatsen, waar je het best kan recreëren. En natuurlijk gaan we dus kijken van oké, als we kijken naar de economische activiteiten, waar doe dat het best? Op basis van je grondgesteldheid, op basis van andere zaken, dan zeggen we van oké, in dit gebied moeten we landbouw doen, Dus dat is dus op basis van een planning. Maar het is niet dat we gronduitgifte doen. Wij zeggen van oké, dit zullen de soneringen zijn, hou je daar aan. Nu hebben we dat niet. We zijn nu bezig vanuit ROM met een nieuwe wet ruimtelijke ordening die dan de basis zal zijn voor de ruimtelijke plannen. En wat zijn die ruimtelijke plannen? Ten eerste, er komt een structuurplan. En een structuurplan wil aangeven, landbouw, dat is de visie voor je ontwikkeling. Daar en daar is er ontwikkeling. Mijnbouw, daar en daar. Nadat dat is bekendgemaakt, komt er dan een bestemmingsplan. En dat is een beetje gedetailleerder. En dat komt dan daarna. Maar we gaan geen gronduitgifte doen. Maar we hebben geen bestemmingsplannen nog? Nog niet. Dus we pleiten ervoor dat we die wet ruimtelijke ordening kunnen behandelen binnenkort. En daaraan wordt gekoppeld die bestemmingsplannen. En dan is het natuurlijk veel beter geordend dan wat er nu is. En dat weet u. Onze stedenbouwkundige plan dateert uit de jaren 70.
Dus u moet ons helpen pleiten dat dat zeker snel uit de voeten komt. Minister, ik heb ook een vraag. Suriname, de directeur goed hebben begrepen, gaat Suriname in de top 10 als het gaat van de meest kwetsbare landen. Het is duidelijk dat Suriname wat financiering kan krijgen vanuit de verschillende fondsen. Ja, fondsen. Maar gaat vanuit Suriname, zullen er bepaalde programma's ontwikkeld worden om onze grenzen te beschermen? Onze kust. Oh, dat bedoelt hij, onze kust. kijk, op dit moment zijn we samen bezig met de organisatie of organisaties die bezig zijn met kustbescherming. Maar dan praten we over natural kustbescherming. En daarvoor is er natuurlijk ook finance nodig, capaciteit. We hebben gesproken met Indonesië laatst tijdens de COP. Die zijn heel goed in kustbescherming met mangroven. Als het goed zit en als we de finance krijgen en die capaciteitsversterking, dan moet het wel lukken. Ja. Is er al onderzoek gedaan hoeveel geld Suriname? Er zijn bedragen genoemd, ik word 10 miljoen of 5 miljoen. Maar is er een onderzoek gedaan hoeveel geld, kapitaal Suriname nodig zal hebben om die ambassade te beschermen? Die studie is, zover ik weet, nog niet gedaan. De NDC heeft wel een, onze National Determined Contribution, die NDC heeft wel een begroting. Oh ja, yeah. Yeah, inderdaad. Er is up to $1 billion nodig om die transformaties te maken. Maar dat is alleen voor mitigatie en een beetje adaptatie. Voor de adaptatieprogramma, dat kost heel veel geld. We zijn op dit moment bezig met de Caribbean Development Bank en met de UNDP te kijken hoe we die verschillende sectoren die er zijn. Want alle sectoren hebben een lijst van maatregelen die we moeten treffen. Helaas heeft dat plan geen budgetline. Dus dat maakt het, daarom zeggen we die plannen zijn op dit moment, als je het wil uitvoeren, een beetje moeilijk uitvoerbaar. Omdat je kan het niet kwantificeren. Dus om een bedrag te noemen gaat lastig zijn, maar in de NDC is er wel ik denk 700, $800 miljoen uit. Dus hebben we het uitgerekend dat de kosten zijn om die maatregelen te implementeren. Maar voor adaptatieplan hopen we dat ook heel goed in kaart te brengen. Want kan je op basis daarvan, want bij de klimaatfinanciering heb je dus projecten die heel erg bankable zijn, dan kan je naar de bank stappen. Maar je ziet projecten waar het niet bankable is, dan moet je naar een fond gaan, zoals de Green Climate Fund. Maar die exercities, die moet je dus vooraf goed hebben gemaakt, zodat je precies weet, oké, dit is een project, ik kan naar een bank stappen, want dat zijn revenues, ik kan het terugbetalen enzovoorts. Nogmaals, al die financieringen, misschien een klein deel is een grant, maar het zijn allemaal financieringen, dus je gaat als land alles terug moeten betalen. Het is niet zo dat het gratis geld is. Je krijgt wat wel gratis, maar dat is helemaal afhankelijk van een aantal factoren. Maar van een Green Climate Fund is wel gratis. Het is een fond. Nee, dus daar bij de Green Climate Fund is een deel ook gratis. Ja. En een deel tegen hele zachte rente. Maar ja. Dus we kunnen in april 2024 rekenen op die 10 miljoen? Dat is een grant. Dat is vanaf die lifeline gaat open vanaf april 24, waarbij we dan volgens mij 3 jaren krijgen om die middelen uit te zetten. En de bedoeling is om het goed uit te zetten, planmatig goed uit te zetten, zodat je dan echt die fondsen kan gaan halen bij de Green Climate Fund. Ook al moet je terugbetalen als die rente zo laag is, dan kan je als land wel keuzes maken. Het wordt geen 10% en 20%-achtige leningen die je als land niet kan terugbetalen. Yep. Ik heb nog een vraag aan de immigratie. U heeft net genoemd dat een van de oorzaken zijn, dat er zometeen consequenties zijn.
met de verschillende mensen uit verschillende landen zullen komen. Is Suriname daarop voorbereid? Zijn die verschillende schakels, vormen en keten, u met binnenlandse zaken, buitenlandse zaken, ten aanzien van die eventuele migratie? Nou, we zijn nog niet in een situatie beland waar er echt sprake is van grote immigratie. Toevallig weet ik over Rikanomov in het binnenland, waar je een dorp hebt die echt dichtbij de rivier woont en dat ze dus daar last hebben van waterstijging, waar het op hoogtijdagen echt 1 meter hoogte komt van hun huis. Maar ze zijn nog niet verhuisd, omdat het maar enkele dagen zijn waar ze last hebben van water. Maar als dat komt, moet het worden aangepakt. En zoals de directeur dat zei, als ze zouden moeten verhuizen, biedt dat ook nieuwe kansen. Omdat ze in Rikanomov bezig zijn met de traditionele landbouw. En dat biedt hun dan een mogelijkheid om te gaan over te stappen naar moderne, nieuwe methodes van landbouw. Moet doen. Er is daar ook nog geen alignment. En daaraan gaan we dan werken. Als u zegt van oké, hoe is het met binnenlandse zaken? Zodat, dat moet dus ook nog opgepakt worden. En dat is huiswerk. Proactief, helemaal. Dus voorlopig kunnen we ook geen kamerkrensen kopen? We hebben Red Plus Result Units. Dat zijn dus resultaten vanuit de bosbouwsector. Daar hebben we dus kunnen laten zien dat we hebben kunnen reduceren. Die zijn al op het portaal van UNFCCC. Er zijn nog enkele stappen die we moeten doen. We moeten het laten accrediteren en we moeten een National Registry opzetten. Als we dat hebben gedaan, dan zijn we ready om te verkopen. Zijn er nog dingen die u zou willen vertellen aan de samenleving dat belangrijk is dat ze moeten weten ten aanzien van dit stuk? Heel belangrijk is dat wij bewust moeten zijn van, zoals u zegt, die alignment, hoe we omgaan met onze natuur, onze bossen. Niet omdat we negatief zijn, niet omdat we niet uitstoten willen zeggen dat we oké zijn. Als klein land leveren we die bijdrage. Als klein land hebben we de landen gezegd van wij absorberen al die tijd, maar worden niet betaald. En op een gegeven moment, als we die erkenning krijgen, moeten we dus ook laten zien dat we onze huiswerk doen, onze bossen beschermen. Ergens moet er een break-even point komen waarbij we zeggen van oké, we gaan onze illegale goudwinning niet meer doen omdat het gewoon niet kan. En daar naartoe moeten we werken. Als wij bijvoorbeeld geld krijgen voor de carbon credits, moet dat dan een manier zijn voor de inheemse en de tribale volkeren om ons te helpen om die bossen te beschermen. In plaats van onder het bos te gaan om de resources te pakken. Oké, yes. Zullen deze persbriefing moeten beëindigen, maar wij danken u voor de tijd dat u hebt genomen natuurlijk, om deze vraag op te stellen, om dit vast te kunnen leggen, zodat de samenleving op de hoogte gesteld kan worden over wat er allemaal is besproken tijdens de COP28 en wat de next steps zijn voor vanuit het ministerie van Natuurbeheer en Milieu, bovenal voor ons lief Suriname. Dank u. Yes, thank you. Bedankt. Huiswerk, huiswerk. Yes. De minister gaat geen ruimtelijke data platform op deel uitmaken. Tuurlijk, tuurlijk. We doen zoveel werk, u weet het. Dat gaan we doen. Data is belangrijk. Zoveel data hebben we kunnen niks doen. Daar staat ik al alles mee. Yes. Taboom. Bedankt. Mijn liefde. Ja, mijn tante was getrouwd. Ik heb zo'n. Ja. Ja, 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 ja